Hallo, ik ben Petra, ben productspecialist bij CameraNu.nl. Ik ga wat vertellen over de Ricoh Theta camera's. Dit is een camera met twee lenzen die op een fantastische manier 360 graden foto's en films kan maken. De Ricoh Theta heeft een slank ontwerp met een lens aan elke zijde. Deze twee lenzen nemen tegelijkertijd een foto of film op en creëren daarmee een foto die 360 graden rond is. Alleen het toestel zelf is dan niet op de foto te zien. De lenzen hebben een opening van f2 en zijn daarmee dus erg lichtgevoelig. Elke lens is voorzien van een eigen 12 megapixel sensor voor een zeer scherpe resolutie. Filmen doet de Theta S in de resolutie van 1080p. De reguliere Theta doet dit in 720p. Bediening van de Theta gaat door middel van de gratis Theta-app die te vinden is in de Android of de iOS App Store. Ook is er een programma verkrijgbaar voor op PC's of Macs om de foto's en films daarop terug te kunnen kijken. Let wel op dat er meerdere apps zijn voor verschillende effecten. Ook gebruikt de Theta S een andere app dan een normale Theta. Om de beelden van de Theta bijvoorbeeld op uw website of YouTube te plaatsen, is een bepaalde plugin vereist. Deze is op de website van de Theta 360 te vinden. Het toestel heeft op de onderkant een micro-USB-aansluiting om de Theta mee op te laden of om data naar computers te kunnen verzenden. De Theta S heeft daarnaast nog een micro-HDMI-aansluiting voor het livestreamen van video's. Het toestel heeft geen plek voor een geheugenkaart, want dit is standaard ingebouwd. De Theta S is voorzien van een 8 GB intern geheugen. De standaard Theta is voorzien van 4 GB. Tot zover de Ricoh Theta camera's. Bedankt voor het kijken. CameraNu.nl, altijd scherp.